zo. So nu wil ik een speciale gast ook weer uitnodigen om hier iets te zeggen en ons af te stemmen. Het is echt mijn genoegen om Kadir Toolstra te verwelkomen om een paar woorden met ons te delen, want hij is een echt bekende vriend in al onze Sufi-kringen. Dat kan ik wel zeggen. En ja, als actief lid van het Sufi-huis in Haarlem, dat is ook heel egalitair. Hij is toch heel inspirerend als een leraar en gids van jouw mensen. En zo, ik ben heel dankbaar, Kadir, dat jij komt hier vandaag bij ons, omdat ik weet dat je was al bezig vanochtend hier ook tijdens de universele eerdienst de preek te geven. Maar ik geef het woord nu aan jou. Dankjewel. Ik ga geen muziek met jullie delen. Goedemiddag, lieve Sufi-vrienden. Ik hou het ook kort. Ik wou eigenlijk enkele woorden van Murshid met jullie delen. Maar ik wou beginnen met een anekdote van Murshid zelf uit zijn biografie. Een jaar terug, geloof ik, ongeveer weer, is zijn biografie opnieuw uitgegeven. En soms kom je zinnetjes tegen die blijven hangen. Tenminste, zo werkt het bij mij. Soms lees je de teksten. En nu was ook in de biografie een korte passage waarin Murshid schrijft over zijn ontmoeting met Abdul Baha, de toenmalige leider van de Baha'i-religie. En er zit één zinnetje in die bij mij is blijven hangen. En dus dat deel ik met jullie en daarna zal ik nog wat twee quotes van Murshid met jullie delen. En nog de tekst van een raga lezen uit de Fadan. En het toeval wil dat het dezelfde is die Saki net zong. Dus dan kunt u de tekst ook nog in het Nederlands horen. Overigens sluit wat ik nog wil toelichten kort over die ontmoeting tussen Murshid en Abdul Baha aan bij wat Shaykh al-Mashaykh aan het begin van de middag deelde over het karakter van de teksten van Murshid. Ik moet even een bril opzetten tegenwoordig. Murshid zegt dan in de biografie, in de Review of Religions: ik had het genoegen Abdul Baha te ontmoeten toen hij in Parijs was, die grote belangstelling toonde voor mijn muziek en met wie ik een interessant gesprek had over onze ervaringen in de westerse wereld. En blijkbaar was het een heel geanimeerd gesprek, want op een gegeven moment roept dan Abdul Baha uit: er mag geen geheim zijn, je moet spreken. Of je weet het, of je weet het niet. En ik antwoordde: de hele natuur van dingen en wezens heeft een geheim. Elk ding en elk wezen heeft een geheim dat zijn aard en karakter onthult. En het leven zelf heeft zijn geheim. En het is het onthullen van zijn geheim dat het doel van het leven is. Hardop spreken bewijst niet dat iemand het geheim kent. Nog is elke gelegenheid een geschikte gelegenheid. Nog is elke persoon iemand die geschikt is om tot de waarheid te spreken. En vervolgens wordt Murshid dan de vraag gesteld: predikt u ook de broederschap der volkeren? En Murshid antwoordt: ik predik geen broederschap, maar ik zaai het zaad van Tauhid, de eenheid van God, opdat uit de plant van het soefisme vruchten en bloemen mogen komen van broederschap. En dat zet je wel aan het denken, want we zouden misschien geneigd zijn om te zeggen dat Murshid ook broederschap predikt. Maar Murshid zegt: nee, ik zaai de zaden van Tauhid. En wat is dat dan? Hoe zou Murshid dat gedaan hebben? En we hoorden vanochtend Shaykh al-Mashaykh vertellen over de herinneringen van een van de hele vroege moerids, die dan spreekt dat de presence van Murshid al heel veel zegt, dus heel veel gedaan heeft. En ook in het leven van zijn moerid lange tijd nog iets heeft doen opbloeien. En Murshid's lezingen kennen we natuurlijk, die zou je als zaden kunnen zien. Zijn ontmoetingen met mensen, het innerlijke werk wat hij deed. En ook sprak Shaykh al-Mashaykh over het
poëtische en evocatieve karakter van de teksten. En die zijn, kunnen heel inspirerend zijn. En ik denk soms, als je zo'n tekst tot je neemt, niet als studietekst, hè, het is geen tekstboek zoals vanochtend of begin van de middag ook werd gezegd, het zijn geen analytische, doorvochte werken. Het zijn als ware zaden waarin dat wordt gezegd. En ik denk wel eens dat wat Moesje niet zegt, maar wat te ontdekken valt, wat groeien kan, is minstens zo belangrijk. Dat zou je als een zaad kunnen zien. Daarvoor hebben we natuurlijk een toegewijd hart nodig om het in te kunnen laten ontkiemen. En dan heb ik twee quotes van Moorschut, twee passages, gewoon omdat ik ze mooi vind. En daarna nog de raga. De Soefies zeggen, God is liefde. Dat is waar. Maar de liefde was niet voldoende. De liefde moest een voorwerp maken om lief te hebben. Om haar eigen aard te zien. Om haar eigen karakter te ervaren. Haar eigen mysterie te doorgronden. Haar eigen vreugde te vinden. Het zaad heeft bijvoorbeeld het blad en de bloem en de vrucht in zich. Maar de vervulling van het doel van dat zaad is dat het in de grond wordt gestopt. Dat het wordt bewaterd. Dat een zaailing opkomt en wordt grootgebracht door de zon. Het brengt zijn bloemen en vruchten voort. Dit is de vervulling van dat zaad dat in zichzelf al vrucht en bloem bevat. De methode van de Soefi bestaat hieruit dat de Soefi zich verenigt met zijn meest innerlijke wezen. Zijn hart is het heiligdom van zijn God en zijn lichaam is Gods tempel. De Soefi beschouwt iedere persoon niet alleen als zijn broeder of zuster, maar als zichzelf. Tegelijkertijd zegt de Soefi niet spiritueel of goed te zijn. Noch oordeelt hij over iemand. Een Soefi oordeelt alleen over zichzelf, in zijn eigen doen laten. De voortdurende houding van de Soefi is er een van liefde en vergevingsgezindheid. De houding van de Soefi ten opzichte van God is dat het meest innerlijke wezen het voorwerp van aanbidding is, de geliefde die men lief heeft en bewondert. De belangstelling van de Soefi in het leven is kunst en schoonheid. En zijn taak is dienstbaarheid aan de mensheid, in welke vorm dan ook. En dan tenslotte de raga die jij al zong, Saki. Het is de eerste raga uit de Vadam. Gij maakt mij iedere dag voller, geliefde. Gij delft in mijn hart dieper dan de diepte van de aarde. Gij heft mijn ziel hoger dan de hoogste hemel, terwijl gij mij elke dag leger en toch voller maakt. Gij maakt mij wijder dan de einde van de wereld. Gij strekt mijn beide armen uit over land en zee, zodat ik oost en west omvat houd. Gij maakt mijn vlees tot een vruchtbare bodem. En gij verandert mijn bloed in stromend water. Ik weet het. Gij kneedt mijn klei tot een nieuw heelal. Hmm.